ik kom uit de fanfarewereld. En ja, dat is altijd mijn hart en mijn ziel, hè, geweest. En echt vanuit de kern, vanuit de fanfarewereld. Mijn vader was voorzitter. Van zolang dat ik hem ken, was hij voorzitter van fanfare. Hij gaf daar ook les aan de jongeren. Hij was wel facteur, postbode. En ja, dus je wordt daarin in opgegroeid natuurlijk. Dus de fanfare is een orkestvorm wat dat je met de paplepel meekrijgt. Ik heb ooit met de geiten de finale van de Eerste Maler gedaan. Toen was ik daar net, of nog net geen chef, als gastdirigent, dacht ik nog. Dat is iets, dan denk ik van nee. Begin dan met flageoletten in de violen. En sommige stukken schikken zich niet voor blaasorkest. En ik vond dat een voorbeeld. En heel veel stukken wel. Heel veel stukken. Het Russische repertoire, Verdi-ouvertures, noem maar op. Heel veel stukken, Berlioz. Dus heel veel stukken kunnen gewoon echt goed. Daar heb ik ook in moeten leren. Dus daar was ik toen te naïef in. Ik vind een goed plichtwerk vind ik fantastisch. Een goed keuzeprogramma vind ik ook geweldig. We hebben natuurlijk al meer gesprekken gehad. En ik ben nou stiekem met meevinken wie voor een verplicht werk is en wie niet. Ik ben voor, Jan Kober is ook voor, Ivan is ook voor. Dus dan kan ik al met drie namen naar Björn Bus gaan, dat dit toch misschien nog ooit een verplicht werk weer komt. Want ik ben namelijk, ik ben namelijk voorstander van een verplicht werk. Ik heb één orkest in België en drie in Nederland. En ik merk toch wel duidelijk dat mijn Belgisch orkest, dat ik daar sneller kan werken door het doodsimpele feit dat men een gedegener opleiding heeft en daardoor veel beter leest. Ja. Maar merk je dat ook nog, dat verschil tussen Adel en de geiten? Ja. In België kan ik zeggen, ik wil eens een stuk doorspelen. Kijken hoe het klinkt of het wat is. En ja, daar heb ik in Nederland toch een aantal repetities voor nodig om dan echt... Dat is ook bij de geiten zo. Dat is, dus kijk, de goede muzikanten heb je overal, hè? Maar het gaat om de grote club. Het proces bij de amateurs is veel langer, maar, en dus ook intensiever. Maar daardoor ook, volgens mij, ook heel erg bevredigend. Voor mij althans. Hè? Als je dat, en een concours kun je altijd net iets verder gaan. Ja, ik vind dat geweldig. Ja, is ook zo. Helemaal mee eens. Het pieken met een amateurorkest op zo'n concours is geweldig. Dat zijn momenten... Bij mij staan die... Zo'n WMC's staan bij mij even hoog als de mooiste Mahler-symfonie die ik met Haitink gespeeld heb. Ik bedoel, dat blijft in uw herinnering. En dat zijn muzikale... Ja, die vergeet je nooit meer. Torn dirigeer ik echt niet meer met baton. In Achel soms wel, dus ik wissel af. Ik ben er zelf nog niet uit. Maar het heeft rechtstreeks invloed op de klank. Aha. En misschien heeft het wel te maken met dat ik nog niet goed ontwikkeld genoeg ben met baton. Dat je met handen ben je sierlijker, kun je het ronder maken. Maar dat moet met baton ook mogelijk zijn. Ik hou van mijn slag en dan meteen geluid. Ja. Soms is het ook... We moeten eerst ademen, maar... Ben jij... Sla jij erg vooruit of net niet? Nee. Of exact, snap je wat ik bedoel? Ja. Anticipeer je? Nee. Maar strijkers zijn daar berucht om te laten reageren. Die kunnen op elkaar wachten en dan later aan de slag. En dan is het bij mij direct te laat. En dat kan wel 3-4 keer duren en dan zeggen ze, oh ja, Ivan is terug. Ja. Maar weet je wat ik ook zo geweldig vind van sommige dirigenten? Dan is er een akkoord en dan moet het weg zijn en dan doen ze drie krulletjes. Nog eens, ja. Ja. Dan is het geluid pas weg. Gergiev was daar meester in. Er is een opname online die circuleert van in de Doelen, het slot van de vuurvogel met Mariinsky. Moet je maar eens googlen. En dan is het, weet je wel, pam, pam, pim, 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 komma. Piano, subito, crescendo. Pim, pim, pim. Af, 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 af. Inzet, 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 inzet. Crescendo en weer af, af, af. Ja, dat is... Ja, leuk om dat het zo eens te horen. Versla me natuurlijk ook wel eens. Niet zo vaak, hè, Stefan, toch? Hè? Valt me wel mee, hè? Maar dan zeggen ze bij de Volkshalm, als ik hoe zeggen jullie? Als ik begin te roeren, dan weet je dat. Ja, denk ik... één. Tararaboom, ja. Ik
Wat ik heb op repetities vaak, dan probeer ik een tempo te nemen. En op de repetitie perfect. Concours, 20 tikken sneller. Ja. Altijd adrenaline en ja. Hoe heb je toch toen in je hoofd gehaald in 2009 om dat hele programma uit je bulles te gaan dirigeren? Was dat een... Dat is veel plek, hè, Frank. Veel plek. Nee. Ja, maar dat zag je als een uitdaging of als een meerwaarde? Nee, de titel van deze webinar is Chemie tussen orkest en dirigent. En ik vind oogcontact altijd heel belangrijk bij dirigeren. Ben je wel nog een beetje positief gestemd over de toekomst van de blaasmuziek? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ik denk als het weer mag, dan... De meeste orkesten zijn wel heel creatief. Honderden, duizenden filmpjes zijn langsgekomen natuurlijk. dit gegeven. En dat gaat ook weer verdwijnen. Als boter voor de zon, of hoe zeg je dat? Of boter in de zon? Nee, ijs voor de zon. Van als we weer aan de slag mogen. Want dat is toch wat we allemaal willen. Gewoon repeteren. Het hele sociale gebeuren erbij. Dat mis sociale ik. Gebeuren ook, hè? Ja. Dat mis ik enorm. Ik heb dat appartementje nog, waar ik lesgeef. En ik kreeg een appje van twee bestuursmensen. Ivan, ben je nachel? Kom dan even op de parkeerplaats. Hebben we een pintje gedronken, 2-3 weken geleden. En dat miste zo erg. Ja. Dus het was even een campenbloeibubbel.